welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik een hele make-up look maken met helemaal niks nieuws. En dit is deel 2. Ik heb al een deel 1 gemaakt en jullie wilden meer van dit soort video's zien. Dus ik maak vandaag een deel 2. Voor de mensen die deel 1 niet hebben gezien en niet begrijpen wat voor soort video dit is. Ik heb er de laatste tijd echt een punt van gemaakt dat ik mijn make-up wat vaker moet gebruiken. Omdat ik de hele tijd nieuwe make-up koop en krijg, blijft er gewoon echt een heleboel make-up ongebruikt. En dat vind ik gewoon echt zonde. Dus ik wil vaker mijn make-up producten gewoon opnieuw gebruiken, vaker gebruiken en dat soort dingen. Dus vandaag ga ik weer een leuke make-up look maken met allemaal make-up producten die ik al een tijdje heb. En die ik weer graag wil gebruiken. In plaats van in elke video alleen maar de nieuwste van de nieuwste producten te gebruiken. En ik heb er echt weer zin in, want dit wordt echt weer een leuke heftige look en daar hou ik van. En natuurlijk, als je deel 1 nog niet hebt gezien, ga nadat je deze video hebt gekeken ook gelijk even deel 1 bekijken. Dat is ook wel leuk. Dus vind je het nu al leuk, vergeet niet te liken en te abonneren en dan gaan we snel beginnen met de video. Omdat het weer een heftige look wordt, de look wordt blauw met goud, echt wel een leuke heftige look, ga ik weer eerst beginnen met de ogen. Het oogschaduwpaletje die ik ga gebruiken is de Magic Palette van Juvia's Place. Dit paletje heb ik echt al een aantal jaar en ik vind het echt een geweldig paletje. Het is ook helemaal niet duur. Het enige nadeel is dat dit merk hier niet te koop is, maar hij is wel te koop bij beautybay.com en dat is een make-up website uit Engeland. Dus dan kun je gewoon daar bestellen zonder douane of wat even te hoeven betalen, mocht je hem ook willen. Want hij is je geld echt waard. Hij is niet heel duur en hij is echt amazing. Ik heb hem echt al wel een aantal keer gebruikt en ik ga vooral vandaag voor de blauwe kleuren en ook deze goud en dan maken we weer een leuke heftige look. Daar hou ik van. Dus ik ga vandaag dit paletje gebruiken en we gaan inzoomen op de ogen. Ik ga natuurlijk weer eerst beginnen met primen. Ik gebruik hiervoor mijn P. Louise Base in de kleur Rumor 01. Deze wenkbrauw is dikker dan deze wenkbrauw, maar dat gaan we gewoon met z'n allen negeren. Ik ga beginnen met deze donkerblauwe matkleur hier beneden. Die heet Eve of Ive. De namen in dit paletje zijn echt allemaal best wel apart, dus ik weet niet helemaal hoe je het moet uitspreken. In ieder geval IFE, dus Eve of Ive of I don't know. Dit paletje is echt super gepigmenteerd, dus daar hou ik echt van. Ik ga die kleur indrukken in mijn arcaarwoog en ik maak het zo rond. En dan met een kleine fluffy kwast ga ik die kleur ook weer gewoon gebruiken om het een beetje uit te blenden bij de randen. En door het blenden gaat de blauwe een beetje weg, dus ik ga weer extra blauw hier indrukken. Want ik wil het wel echt donker hebben en super blauw. Nu ga ik een halve cut crease maken met concealer. Ik gebruik mijn NYX Can't Stop Won't Stop concealer in de kleur Natural. Nu pak ik de lichte matte nude kleur hier, die heet Cozy. En die kleur breng ik zo aan over de hele cut crease. Om het een beetje te zetten en mooi nude en mat te maken. Dan ga ik in met deze mooie gouden glanzende kleur, die heet Nubia. En die kleur ga ik niet aanbrengen over de hele cut crease, maar alleen maar hier aan het einde. Ik wil het hier binnen gewoon nude mat houden. Dan pak ik weer die blauwe kleur Ive, of Eve. En dan ga ik weer hier een beetje inblenden met de glanzende kleur. Dan wil ik ook nog een losse glitter aanbrengen om het allemaal nog iets meer sparkly te maken en iets meer heftig. Die wil ik aanbrengen op de glanzende kleur. En ik heb hier een glitter van Meraki Cosmetics. En dit is de kleur 24K. I love it. Die mix van dat blauwe en dat goud vind ik echt super leuk. Nou is het tijd voor mascara. Ik gebruik deze 3-in-1 mascara van Ritual. Dit is wel de kleine versie. Ik denk dat ik deze mascara echt al veel langer heb dan 3 maanden. Dus ik breng hem nou nog even 1 keer aan en dan pleur ik hem weg. Want het is niet heel erg goed om mascara's echt veel langer te houden dan 3 maanden. Want mascara's is wel echt iets wat echt helemaal onhygiënisch wordt en zo. Tijd voor neppe wimpers. Ik doe mijn wimpers op van de Primark. Ik ben dat ding waar ze op moeten kwijtgeraakt. Dus ik heb ze gewoon nou een beetje los hierin gedaan. Maar dit is de stijl 747. Die ga ik opdoen. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we beginnen aan het gezicht. Weer lekker uitgezoomd. Ik ga mijn gezicht primen. Ik gebruik hier van mijn NYX Honey Do Me Up Primer. Deze primer is oprecht echt heel erg fijn. En ik vind echt dat ik hem niet vaak genoeg gebruik. Ik pak heel veel andere. Omdat ik gewoon echt heel veel primers heb, vergeet ik heel vaak andere. Maar deze is echt oprecht een aanrader en ook niet echt super duur of zo. Ik had ook echt super veel moeite gedaan om deze primer te krijgen, want hij was de hele tijd uitverkocht. Het was zo irritant, dus het kostte me ook echt veel effort om hem te hebben. En dan vervolgens gebruik ik hem niet vaak. Like, what the f.
En een foundation die ik al een tijd niet heb gebruikt is mijn Maybelline 24 Hour Foundation. En dit is de kleur Soft Bronze. Deze gebruikte ik heel lang niet omdat die niet matchte met mijn huidskleur en zo. Omdat ik dus heel erg bruin en dan weer af en toe niet. Dus ik heb heel tijd een andere huidskleur. Maar ik heb het gevoel dat die nou wel gaat matchen, want ik ben nou niet meer heel erg bruin. En dan gebruik ik ook weer de NYX Can't Stop Won't Stop Concealer die ik net ook heb gebruikt voor de cut crease. Ook dit is een concealer die niet heel vaak wordt gebruikt. Ik weet ook weer niet waarom, want hij is wel fijn. Ik heb denk ik, concealers heb ik echt het meeste van al mijn make-up producten. Die heb ik echt heel veel. Dus heel veel concealers worden gewoon niet meer gebruikt. Of ja, bijna niet meer. Omdat ik er gewoon zoveel heb. Dit is by the way ook echt een perfecte kleur voor mij. Dus als je mijn huidskleur hebt, haal de kleur Natural. En als poeder gebruik ik mijn NABLA Close-Up Poeder. Dit is de beste poeder voor mensen met een droge huid. Dus heb jij een droge huid, deze gaat echt ideaal zijn voor jou. Als poedercontour gebruik ik mijn Revolution Contour paletje. Ik heb qua poedercontour maar twee producten, dus die twee wissel ik gewoon altijd af. Ik ga deze kleur hier gebruiken. En dan pak ik de lichtgele banana kleur hier en die breng ik aan nog onder mijn ogen. En dan de beste fixing spray ever, Max & More Hydrating Makeup Fixing Spray. Mensen, koop deze in, sla hem in bij de Action, super goedkoop, haal er gewoon 100 in één keer. Want deze is echt geweldig om het poederige van je gezicht weg te halen. Dit laat je gezicht helemaal mooi eruit zien, smelt het goed in. I love it. Mijn huid ziet er echt geweldig uit. Die foundation is echt amazing. Die concealer ook, by the way, de mix van die twee. Echt amazing. Mijn huid ziet er echt geweldig uit. Ik ga even snel mijn oog afmaken. Ik doe een blauw oogpotloodje in mijn onderste waterlijn. Deze is van LA Girl en dit is de kleur Cobalt. Is gewoon een mooie donkerblauwe kleur. En dan pak ik ook weer die blauwe kleur die ik heb gebruikt voor in mijn afkaarboog. En die ga ik ook aanbrengen op de onderste wimperrand. En dan weer die mascara voor de onderste wimpers. Ogen zijn klaar. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik gebruik mijn Miss Lynn bronzer Beach Please. Een hele mooie matte bronzer. Lijkt een beetje op de Benefit Hoola bronzer, maar dan een stuk goedkoper. Als blush gebruik ik dit paletje van de Action. Echt een fijn blush paletje is dit. Je hebt ook hier twee highlightertjes. Ik ga twee blushes mixen. Deze kleur hier en de kleur hier. Dus ik ga de middelste overslaan. Als highlighter gebruik ik mijn NYX Born to Glow highlighter. Dit is echt een fijne highlighter. Ook gewoon lekker klein, lekker makkelijk voor op reis of to go. Dan de lippen. Omdat de ogen zo heftig zijn, ga ik natuurlijk gewoon voor een hele mooie nude kleur. Ik gebruik mijn Sweet Tea Lip Pencil van Morphe. En ik gebruik deze matte liquid lipstick van Fenty. En dit is in de kleur Unbutton. Dus dit wordt de mix. En ja mensen, ik laat mijn lippen vandaag gewoon mat. Ik ben nou into matte liquid lipsticks. En dan als laatste, als setting spray gebruik ik mijn Pixi Glow Mist. Dit was dan de video. Wat vinden we van de look? Ik ben echt blij met hoe het is geworden. Dit paletje is echt amazing. Ik raad deze zeker aan. Wat ik ook echt extra even wil aanraden alweer, is echt de foundation gecombineerd met die concealer. Echt prachtig en allebei ook lekker betaalbaar. Het is gewoon echt alsof ik high-end make-up heb opgedaan, terwijl ik gewoon een betaalbare foundation en concealer op heb. Dus echt top. Ik heb ook lekker wat aantal Action producten gebruikt. Ook helemaal geweldig. Ik ben blij met elk make-up product die ik vandaag heb gebruikt. Dus ik raad letterlijk alles aan. Ik vind het echt mooi. En ik vond het ook echt weer leuk om deze producten weer te gebruiken. Want ik had ze allemaal al een tijdje niet meer gebruikt. Zoals altijd ben ik ook weer heel benieuwd naar jullie mening. Let me know wat je vindt van de look. I love it. En wat je vindt van alle producten. En gewoon van de algehele video. Heb je nog leuke video ideeën? Let me know. Ik ben altijd op zoek naar leuke video ideeën. En natuurlijk hoop ik dat jullie ook weer hebben genoten. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om makkelijk te kunnen abonneren.
abonneren. Helemaal gratis en voor niks. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!